Lockdown Games workout nummer 3 is maar 5,5 minuutjes werken. Dus eigenlijk kan je niet moe worden. Flow van de workout is als volgt. Je begint zo meteen met 1 minuut maximaal burpees. Liggen op de grond en omhoog. Dus je hebt 1 minuut om zoveel mogelijk reps te maken. En de laatste. 38, heel goed. Daarna heb je 30 seconden rust. Dus 1 minuut werken, 30 seconden rust. In de tweede minuut heb je weer de volle minuut om zoveel mogelijk reps te maken van 4-ups. Lig het op de grond, lang zijn en aanraken. Dus 1 minuut zoveel mogelijk 4-ups. En dan heb je weer 30 seconden rust. 30 seconden om bij te komen. Weer 1 minuut werken. Deze keer air squats. Dus 1 minuut zoveel mogelijk air squats. Zakken omhoog. 1 minuut zoveel mogelijk reps. En weer 30 seconden rust. Daarna 1 minuut maximaal commando's. Hoge plank naar een lage plank. En weer een hoge plank. En weer omlaag. Je score is het totale aantal reps van alle 4 de oefeningen bij elkaar opgeteld. Het is steeds 1 minuut werken, 30 seconden rust. 1 minuut werken, 30 seconden rust. Good luck. Standards voor de burpee. Net als vorige keer. Je begint helemaal gestrekt. Plat liggen op de grond. Omhoog. Voeten naar voren. Trappen in de handjes. Plat op de grond. Springen en doen. Voor goud mag je alleen springen. Zilver en brons mogen ook stappen. Boom. Voor de rest, boom, stap. Good. Alright. De burpee. Voor de standard voor oefening 2. Goud. Jullie doen 4-ups. Je begint helemaal plat liggend op de grond. En je komt omhoog. Wat we willen zien, stay down, is hakken op de grond. Helemaal plat. Handen op de grond. Hier begint elke oefening. En vaak kom je omhoog en stay up. Boom. Oh ja, yeah, stay there, work for it. Je raakt ergens je benen aan, liefst je tenen, dan wel je schenen binnen, maar hoger dan je knieën. Hij gaat weer terug, helemaal gestrekt en omhoog. Boom. Zilver, jullie gaan tuck-ins doen. Vanaf hier naar het hop. Uitgangspositie is hetzelfde als bij goud, helemaal gestrekt, hakken op de grond, handen op de grond. Omhoog, je raakt je scheenbenen en je voeten aan en je maakt jezelf dus elke keer zo klein mogelijk. Brons, jullie gaan sit-ups doen. Voetzolen tegen elkaar aan. Helemaal plat liggen op de grond, stay there. Schouders, handen op de grond. Je komt omhoog en je raakt de grond aan voor je voeten. Dat je met je schouders voorbij je heupen bent. Terug naar beneden. Omhoog voor je voeten. Je mag je handen gebruiken. Helemaal prima. Good. Alright. Oefening nummer 3 is voor alle 3 de categorieën weer gelijk. Zijn air squats. Gaan staan. Je zakt naar beneden. Omhoog. Wat we willen zien is heupen onder de lijn van je knieën. Dus beneden parallel. Gotta work for it. En omhoog. Super. De laatste oefening zijn nu commando's. Je begint altijd in een hoge plank. Dus je begint altijd met je handen onder je schouders. Lichaam is helemaal gestrekt. Goud en zilver. Jullie doen hem op je tenen. Brons maar op je knieën. Vanaf hier gaat hij bewegen. Wat we willen zien is elke keer op je ellebogen. En je duwt jezelf helemaal omhoog. Voor brons op je knieën. De beweging blijft hetzelfde. Er is een duidelijke stapbeweging. En niet gaan schommelen op je handen. Je houdt je plankpositie en je komt omhoog. Good. Good luck. Good luck. Ga naar de app toe en klik op resultaten. Ga naar benchmarks, dan zie je hem eens goed dus bovenaan staan, 013 Lockdown Games. Klik op workout info, dan kan je alle workouts info nog een keertje nalezen. Onderin kan je meteen
blog je prestatie klikken of je klikt hier al meteen op loggen. Vul het aantal herhalingen in dat jij hebt gedaan en klik op opslaan. Daarna kan je hieronder meteen de leaderboard zien en zie je waar je bent geëindigd.